Lions Club Kommerwijnen heeft in het kader van zijn 40-jarig bestaan een gezondheidsproject uitgevoerd in Kommerwijnen. Het gezondheidsproject hield onder andere in het opmeten van bloedsuiker, bodymass, spier- en vetpercentage, baarmoederhals- en borstkankeronderzoek, zegt Roy Mohan, president van de Lions. De club wil op deze manier de samenleving dienen, zegt de president. 40 jaar terug is de club opgericht. Dat was 26 maart 1977. Dan begrijp je dus dat dit gebied een beetje veraf gelegen was van Paramaribo, wat de verbinding betreft, infrastructuur en dergelijke. En Lions Club Kommerwijnen heeft natuurlijk ook ingespeeld om de gemeenschap te dienen op die manier met gezondheidsprojecten, school awards, projecten voor leerlingen, schoolmateriaal. Natuurlijk mensen die wat hulpmiddelen nodig hadden voor revalidatie, bushuizen hebben gebouwd, onderhouden. Dus dat zijn de dingen die we in het district uitvoeren. En natuurlijk zijn de noden nu wat groter geworden, ze zijn meer behoeftiger geworden. En wij kijken uit naar sponsoren, want die zijn ook nu zeg maar niet zoveel over. We hebben toch nog wat mensen, bedrijven, die wel willend zijn om ons projecten ook mede te financieren. En daar zijn we blij om. We bedanken ook die mensen die al 40 jaar lang ook ons bijstaan in dit nobel werk. Volgens Bastiaan de Boer, die verantwoordelijk is voor het organiseren van de gezondheidsprojecten van de club, zijn de resultaten van de deelnemers niet rooskleurig. Als we kijken naar de resultaten van vandaag, ik heb vaker deze screening gedaan in het district, in andere plaatsen. Ik word er niet vrolijk van. Ik word er eerlijk gezegd een beetje verdrietig van om te zien hoeveel mensen toch met fors afwijkende waarden komen. Veel te zwaar zijn, hoge bloeddrukken, hoge suikers. Mensen die echt ja, bijna in de wachtrij staan voor ernstige gezondheidsproblemen. En wat het positieve van het verhaal is, is dat het allemaal beïnvloedbaar kan zijn. Je kan middels gedrag, voeding, beweging, know-how over hoe je dat manage, kan een heleboel doen. Hoe we dat moeten doen, dat is waar we mee aan de slag moeten. Maar we zien gewoon veel te veel mensen met ongezond gedrag. Als ik vraag aan mensen hier vandaag, iedereen is gevraagd of ze bewegen. Ja, een handje vol. Een handje vol doet aan sport. Echt van de bijna 200 mensen, denk ik nog geen 10 mensen gehad die echt actief aan sport doen. Ja, nou, daar maak ik me wel ernstig zorgen over. Want als we dat niet weten te veranderen bij de mensen, dan gaat het elk jaar alleen maar slechter en slechter en slechter worden. Dus we moeten ze echt letterlijk bij de hand nemen en in beweging gaan brengen, denk ik. Want anders gaat het niet gebeuren. De Boer zegt actie te zullen ondernemen om mensen bewust te maken van het belang van sporten en gezonde voeding. Hij vindt het een enorme uitdaging om het gedrag van mensen te beïnvloeden. De Boer is tevreden met de opkomst. Het gezondheidsproject van de Lions Club Kommerwijnen is uitgevoerd in het kader van zijn 40-jarig bestaan.